Ja, goedemorgen allemaal. Het is weer 8:15. Het is hartstikke super vroeg. Ik weet niet of jullie dat aan mij kunnen zien, maar dat is in ieder geval wat het is. Vandaag gaan we iets heel bijzonders doen. We gaan even niet oefenen met de Josti Band. We gaan ook niet optreden met de Josti Band. Dat zijn de dingen die we normaal doen. We gaan nu even iets compleet anders doen. Iets wat de Josti Band zelf ook nog niet eerder heeft gedaan. We gaan namelijk een workshop geven voor cliënten van Ipsen de Brugge, maar dan wel met cliënten, medewerkers, deelnemers van de Josti Band. Wordt echt super leuk, dus kijk even mee. Daar komt trouwens wel even bij, dat wil ik nog even zeggen. Wij zitten hier bij de audiovisuele afdeling, dat is een mede-ondersteuner aan de Josti Band. En hebben wij vandaag geen cv, die is helaas kapot. Kijk, dit is Jeffrey en dit is Jan. Het is niet echt lekker, hè? Even blauw maken. Even een blauwe hand. Ja, even zo bibberend zo. Ja, precies. We gaan aan het werk. Hey mannen, wat gaan jullie doen vanochtend? Eerst even zo een beetje klaarzetten en dan gaan we weer lekker spelen met elkaar. Want het is niet een oefendag, toch? Of wel? Nee, het is niet echt een oefendag. Oké, nou helemaal. In ieder geval wordt het een gezellige middag. Maar is het alleen de Josti Band of zijn er ook nog andere mensen mee? Ja, wie het leuk vindt om dat te doen. Ja. Nou, dan komt u maar gezellig bij zitten en spelen we gezellig met elkaar mee. Dus ik laat het erop afkomen. Nou, ga het maar vertellen. Wat ga je vandaag doen? We gaan vandaag voor mensen spelen die... Ja, moet je op jezelf richten, want mij kennen ze op voetbal. Ja, zo is goed. Actie. Hallo allemaal. Wij gaan voor mensen spelen. En die mensen die kunnen dan kijken hoe wij met de Josti Band gaan doen. En dan mogen we dat zelf ook gaan proberen. Maar eigenlijk gaan ze dus meespelen met jullie, Theo? Ja, met ons, ja. Dus samen, jullie twee. En dan en hoeveel Josti Band leden gaan er meedoen dan? We hebben er in totaal... Vijf Josti Band, dat is niet zo heel veel dus eigenlijk. Zeg. Nee, maar het is wel heel leuk om dat te doen voor de mensen. Ja, nou goed verhaal. Toppie, ja. We gaan het zien. Dit is het einde. Mario, ja, onze accordeonist. Hebben jullie er een beetje zin in of niet? Ja, nee, helemaal goed. Ja. Wordt wel gezellig, dames. Gaat helemaal goed komen. Jullie zien ook dat deze keyboards allerlei kleurtjes hebben, sommige. Als je denkt, waar is dat nu weer voor? Nou, we hebben woensdag een concert in Gouda en zaterdag een concert in Nijkerk. Dus degene die geel en rood stickertje hebben, gaan bij allebei de concerten zijn die er. Hebben ze alleen een rood, dan zijn ze in Nijkerk. Dan heb je geen stickertjes. Mag je niet mee? Mag jij niet mee? Alsof ze het wisten van tevoren. Nou, ik zit er klaar voor. Ik ben benieuwd. Nou, iemand van alle collega's inmiddels gaan zitten. En dat ga ik jullie uitleggen. Als je naar de muziek kijkt, je ziet de kleurtjes. Ja, dat print was je goed. En dan, zijn jullie klaar voor drummers? Ja, super. Ik ben er klaar. 8. Ik volg jou vandaan, ja? 4 tellen en 8 tellen, 8 tellen, 8. En dan heb je hem. Is zij heel goed of niet? Nee, heb je zin. Kom zo bij je. Dat is heel goed. Als we de kleuren schijven kijken, als je naar de muziek kijkt. Let op, als je het hoofd zit, we'll be right back.
Hoe doen ze dat tot zover, Lian? Ja, weet je dat nog geen steen valt. Het gaat echt best wel goed, ja. maar sommigen hebben er een beetje moeite mee. Oké, okay. Jost is beter of is dit beter? Ja, dat is dan de vraag. Jost is natuurlijk veel beter, maar ze komen er wel. Leuk om dit ook een keer mee te maken in ieder geval. En nou ja, ze zien we weer. De Jostie Band doet dus meer dan alleen oefenen en optreden. Maar kennelijk dus ook af en toe eens een workshop tussendoor. Wist ik eigenlijk ook niet eerlijk gezegd zelf.